Overlast door hangjongeren rond het winkelcentrum in Malden neemt toe. Dat stelt wethouder Frank Eetgerink van de gemeente Heumen. Het dorpsbestuur is bezig om de overlast veroorzakende jongeren in beeld te brengen. De gemeente heeft zo'n 15 à 20 jongeren op de korrel. Bij een aantal van hen zou er contact zijn met de ouders en verder is er een speciale overleggroep om de problematiek aan te pakken. Niet alleen de wethouder is van mening dat de jongeren aangepakt moeten worden. Ook winkeliers en bezoekers klagen over de vuurwerkafstekende en beledigende jongeren. Recent moest zelfs de brandweer uitrukken voor een brandje voor de ingang van het winkelcentrum, ontstaan door vuurwerk. De wethouder stelt ook dat het een genuanceerd probleem is. Het zou niet gaan om het samenkomen, maar over de locatie daarvan en de uitstraling die de jongeren hebben. Deze uitstraling zou volgens burgemeester Mariette Mittendorf als bedreigend kunnen worden ervaren door winkelend publiek.